Naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God, amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag wil ik met jullie kijken naar een vers die we heel vaak hebben gehoord. En waar we misschien denken dat we er niet meer iets nieuws uit kunnen leren. Een wonder waarbij heel veel mensen onder de indruk waren van de Heer Jezus. En die vers luidt als volgt uit Lucas hoofdstuk 9, vers 16. En nadat hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel en hij zegende ze. Waarom deze vers? Omdat ik samen met jullie wil kijken naar deze jongen. Hier zien we in deze vers dat de Heer Jezus iets ontvangt van een jong kind en dan vervolgens kijkt hij op naar de hemel en hij zegent ze. God neemt dat kleine wat wij doen en maakt dat heel groot. Wie was deze jongen? Zijn naam. Wordt in dit hoofdstuk niet genoemd. Waarom wordt zijn naam niet genoemd? Dit verhaal, dit wonder, wordt verteld in alle vierde evangelieën. En desondanks wordt de naam van deze jongen niet genoemd. Zo zijn er meerdere verhalen in de Bijbel waarin de naam van de persoon niet genoemd wordt. In gelijkenissen, maar ook gebeurde verhalen, bijvoorbeeld de jongeman die naar Jezus toe komt en die zegt: Ik doe alle geboden al. En dan zegt Jezus tegen hem: ga heen. Verkoop alles wat je hebt en kom volg mij. En de jongen kan die beslissing dan niet maken. Ook dat verhaal gaat over ons. In al deze verhalen waarin de naam niet wordt genoemd, is er extra aandacht gefocust op het feit dat wij die persoon moeten zijn. Wij zijn die jongen die onze vijf broden en twee vissen aan de Heer Jezus moeten geven. Wat zo bijzonder is in dit verhaal, is dat deze jonge man vijf broden en twee vissen geeft terwijl geen enkel ander iets te geven heeft. Deze jongen die volgde de Heer Jezus al een periode waarschijnlijk, een dag of twee. We komen, komt uit een vissersfamilie, want daar was de Heer Jezus op dat moment in de vissersdorpen. Komt uit een vissersfamilie. Heeft dit waarschijnlijk als zijn lunch, zijn avondeten, zijn dus eetzak eet of zijn lunchpakket meegekregen. om te kunnen overleven voor die dag, om te kunnen eten die dag. En deze jongen geeft alles weg aan de Heer Jezus. Dit maakt dat de Heer Jezus het zegent. Hij geeft alles weg. Hij laat niet een deel voor zichzelf. Nee, hij geeft alles weg. Hij geeft alles weg zonder na te denken van oké, okay, en ik dan? Doen wij dat ook in ons leven als wij dienen? Doen wij als wij dienen dat wij alles geven op dat moment of houden wij wat achter? Bijvoorbeeld, je kan dat toepassen op elk aspect van ons leven. Geven wij tijd zonder na te denken over onszelf? Geven wij liefde zonder na te denken over onszelf? Of zitten wij toch met, nee, ik ben belangrijk? Geven wij in het dienen, in de zondagschool of in welke vorm dan ook, zonder na te denken over onszelf? Of zijn we bezig over uh, mijn positie en uh, die heeft gezegd wat ik had voorbereid? Of dat we bezig zijn van, ja, maar ik zie de vruchten niet. Dat is eigenlijk allemaal niet belangrijk. Het belangrijkste is dat wij alles geven. Door God lief te hebben, door door te hebben hoeveel God aan ons geeft. Want dat is wat deze jongen had meegemaakt. Er is net een prachtige preek van de Heer Jezus, die, waar iedereen uh, uh, een gevoelens bij had. Deze jongen ook. En ziet de liefde van God besluiten om alles te geven zonder na te denken. Was het genoeg? Absoluut niet. En zo zagen de discipelen het ook op dat moment. Wat de discipelen zeiden of wat de discipelen mening was, is: stuur ze weg, want we hebben niet genoeg om iedereen te eten te geven en heel veel geld zou al niet genoeg zijn. Dus stuur ze weg naar de dorpen en omstreken zodat zij te eten vinden. Maar de de Heere zijn plan is anders. De Heere wil dat wij liefde geven en het kleine wat wij geven is genoeg in vertrouwen en in geloof. Als ik geloof dat hetgene wat ik oprecht breng en alles wat ik geef aan God genoeg is, dan zegent God dat. En maakte het veel meer. Dus durf te geloven in God. Durf te geloven dat God zijn oplossing nooit geld is. Alle dienaren waren bezig met en het geld en het zou niet genoeg zijn, te kijken naar het negatieve. Terwijl deze jongen keek met oprecht geloof naar enkel het positieve. En daarin moeten wij in geloof groeien naar deze jonge persoon. Die keek God kan alles. God heeft de macht, want Hij heeft. Ook voordat hij deze preek had gedaan, mensen genezen. Hij was er dus, mensen hebben wonderen van hem gezien. Mensen hebben zijn preek gehoord dat dat anders is dan iedereen die heeft gepreekt. En deze jongen gelooft oprecht dat God dit kan. Geef alles wat je hebt en laat niemand tegen jou zeggen dat je niet goed genoeg bent. Want de Heer Jezus neemt dit kleine van de jongen aan. En dat is heel veel, want het heeft ervoor gezorgd dat. Iedereen verzadigd was en er zelfs twaalf mannen met brokken over waren. Steek jouw hand in de hand van de Heer Jezus. Vind jezelf niet slecht, vind jezelf niet genoeg. God vindt jou mooi zoals jij bent, met jouw zones, met jouw, hoe jij je voelt, met jouw slechte emoties. Hij wil het hele pakket. Hij wil jou. Het enige wat hij wil, is dat je voor hem open staat en alles durft te geven. En dat is de vers van vandaag: durf te geven. God vindt jou mooi, God vindt jou prachtig. Denk niet over het geld, denk niet over het praktische in die zin. God zegent, God maakt groot. Het kleine wat jij geeft, maakt hij groot. Dus de vers van vandaag uit Lucas, hoofdstuk 9, vers 16. En nadat hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel en hij zegende ze. Tot de volgende aflevering van het Woord van het Leven.